En dan weet je, toen zijn, zeggen ze, voor mijn appel, voor mijn dingen. En de nieuwste telefoon die je iPhone 10 nu koopt, er zit ook geen headset op. So don't hold me back. You're not allowed to spend my time, cause that is what you came here for. Ja, de rest, rustig dag gaan of zo. Eigenlijk. En dan gaan we het bijna zien wat ik nog ga doen vandaag. Dus, ik krijg wel een toffe dag van en tot straks. Dus. Nou, even lekker wakker. En, lekker tv aan het kijken. Even lekker. En voor de rest gaan we gewoon lekker. Dus ze gaan nu lekker. Dacht ik zo. Ik weet niet wat ik wil doen. Natuurlijk wel wat werk uiteraard. YouTube maken, video maken en zo. Ja, natuurlijk wel. Maar voor de rest. Ik zal een video man, misschien nog een video monteren. Onvoldoende eigenlijk. Dus anders hoor je het even achter in de serie. Ik vond dat dan wel. Dus ja, dat een beetje. Voor de rest gaan we gewoon zien hoe wat ik nog ga doen vandaag. Ik denk niet zoveel eigenlijk meer. Dus ik wel wat dingen achter de schermen. Dus een schotje maken. En een video een serietje maken en zo. Dus ja. Goed. Even een korte creator en video van de maand. Deze video zet ik niet als een serie even plaatsen, maar even in deze volgende keer. Het gaat over Sophie van Hol, Sophie Hol. Daar spreek ik over haar eigen inkomsten van YouTube. En aangezien ik geen inkomsten krijg, maakt het mij ook niet zo uit natuurlijk. Maar ik vond het ook leuk om dat te kijken en ik vond het leuk om dit aan jullie te delen of je een keer via deze vlog. Want ja, ik dan het nu dus zo lang doen dat er weer een nieuwe video van de maand komt. Voor de maand natuurlijk ook weer wel een nieuwe video van de maand. De waar die vandaan komt, waar die van is. Dat hoor je dan wel. We wel een hele bekende creator natuurlijk. En ja, daar gaat het dit keer over. Dus ja, dat een beetje. Voor de rest vond ik het leuk om naar haar te kijken en zo veel voor. Ik heb ook kwam naar haar vlogs en ook naar haar video's. Dus ik ging vragen mij over haar inkomsten met een dienst. Dus
Ja, het is leuk om er naar uit te kijken. Dan probeer ik aan te denken om het in de infokaart te zetten en in de beschrijving te zetten, de video van haar. En dan kan je zeker even naar kijken als je wil, als je het leuk vindt. Dus ja, dan gaan we natuurlijk leuk om een keer video in het voor een keertje haar video te promoten. Niet in iets, want ik wil niet echt iets voor een creatieve video van de maand. Om daar een keer aan en daar een keertje wat over te zeggen. Altijd een keer geweest. In 4 van de maand, vorig jaar een keertje. Om je even kijken in de uitvoerlijst 4 van de maand. Dan zie je ook een paar video's van haar. Dat ik haar promoot op haar video voor. En zo. Dus ja, dan kan je even kijken of je dat kan vinden. Zo niet, dan is het helaas binnenkaas. Maar goed, ik ga even verder kijken. Het is leuk om naar te kijken, dus. Ja. Goed mensen, ik ga even lekker een hapje eten boven. En dan ga ik even lekker dingen doen aan het werk en zo. Ik moet mijn glas meenemen. Niet vergeten. Dingen zo wat er nog staat. En ja. Dat is even de video van Sophie. Ik had het net ook gezien. Even vluchtig. Ik ben niet voel, maar niet goed. Dus toen ga ik mijn video afmaken natuurlijk, van gisteren vroeg. Ja, ik moet mijn video maken, nog even iets doen. Eigenlijk, dus. Ja, dat is een beetje wat ik ga doen. En dat is een beetje voor is. Zie ik het jullie wel, wat ik nog ga doen. Vrijdag nu ook het eten, vrijdag ook kapper, naar de kapper. Naar Kinky, aan de gracht. Dus ja, dat een beetje. Ik heb mijn oortjes die ik voorheen had, die was een beetje poeder gegaan vanmorgen. Ontdekte ik dat en ik dacht van, hey, ik heb nog nieuwe oortjes liggen ergens. En nu heb ik ze gewoon echt erin zitten. Want het bijzondere is van deze oortjes is dat het gewoon, kijk even kan zien. Even draaien denk ik. Ik wil het wel zien. Fucking hell. Dan is het ene oortje rechts, anders. Maar goed. Ik wil het wel kan zien. Dat is deze, die normaal ook in je telefoon gaat voor op te laden. Maar ik had zoiets van, ja, ik rek die opladen toch niet meer, die ik normaal meega. Als ik wegga wel natuurlijk, maar niet als ik dus. Dan gaat er gewoon nog een tulpje op. Of er wel zo'n stekketje op, voor een rondje. Nu dus niet meer. Want, als je daar weet te zijn, zeggen ze. Voor mijn appel, voor mijn dingen en. De nieuwste telefoon die iPhone 10 nu koopt, er zit ook geen headset op. Voor je headphone zit er niet meer op, de nieuwe telefoon die hierop zit. Want de iPhone 13 of 14 zit er ook niet meer op. Zoiets. Toen gaan we vanuit dat iedereen maar zo'n AirPods gaat kopen, maar ik niet. Waarom ik die niet ga kopen is het volgende is. Dan raak ik ze iedere keer kwijt namelijk en dat heb ik zonde. Daarom heb ik nog geen headphones. Sorry, geen headphones. Die digitaal zijn, die gewoon met wifi of met Google worden gekoppeld. Die heb ik niet meer. Die heb ik wel, maar die hebben ze wel, maar dat doe ik niet aan. Want ik ben bang dat ik alles kwijtraak. En daarom niet namelijk. Daar werk ik hier niet mee en ik vind het nogal vervelend om iedere keer op te laden en zo en te doen en ja, dat een beetje. Vandaar ook deze stekje nu erin zit. Goed mensen, ik heb net lekker gegeten. Ik heb net lekker koffie op, ik zet lekker koffie. En nu kijk ik naar Etje Boulevard. En even een dingetje doen.
Dus ja, maar gewoon even langs. Eerst komt de rest, komt eerst van vorige week. En dan gewoon moeder denk ik even langs en ik laat de rest komt weer. Want het is al op één dag dat ik dat zei. Dus als ik het zie wel. Dus ja, dat is een beetje. Dat gaan we gewoon zien. We werden aan de kou vrijdag. Goed, mensen, ik heb vandaag een heerlijke rustige dag gehad. Veel op YouTube gezeten, veel TikTok, veel tv gekeken. Vanmorgen nog de eenheid gekeken, dat heb ik niet zoveel gezien. Allemaal dat hebben we gedaan, maar off camera. Dus, morgen een nieuwe dag. Morgen krijg ik een visite van Renate Dres, oftewel een soort van jobcoach achter iets. Dan van vrijwilligerswerk volgens mij. Dus dat komt morgen allemaal bij mij thuis gezellig. Dus ja, ik hoop dat je het de volgende week vond. En dan zou ik het leuk vinden met een duimpje omhoog. En dan zeg ik wel, tot morgen mensen.